Oh, ik ben Spitboy en je kijkt naar Anon Game Reviews. Ik ben gevraagd voor dit kanaal om, om op te nemen. Mijn kanaal is Spitboy HD. Het staat nu hieronder. En ik ga voor jullie Amnesia spelen. En ik ga helemaal opnieuw beginnen. Amnesia is een horror game. En let's start. Het gaat over Daniel. Daniel is in een kasteel terechtgekomen. En hij weet niet meer hoe hij er is gekomen. En hij weet ook niet meer wat hij er doet, wat hij er Forget, zoekt. something's lost. En we You've spelen got dus Daniel. a shadow En hunting me, and you must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. Ja, zoals ik dus al zei, we spelen Daniel in deze game. Amnesia is om te spelen, niet om te winnen, want er is geen uiteindelijk doel in het spel. Er zijn drie soorten verschillende eindes van het spel. Die ga ik niet verklappen, want misschien dat jij wel deze game wil gaan spelen. En dan heb ik het dus al verklapt. En dat ga ik dus even niet doen. En dan gaan we nu. Het goede aan deze game is dat de angst komt niet alleen van buiten. Dus niet alleen van buitenaf. Maar ook van binnenaf. En dat is best wel raar, want dat heb ik eigenlijk in nog geen enkele game gezien. En nog geen enkele horror game. En dat is best wel raar. Ineens dat je een hartstilstand krijgt. Hier of dit. Dat je in één keer scheef loopt. Schrik er wel van. Ik vind het een van de meest enge horror games die ik ooit gespeeld heb. En ik denk dat dat nog steeds wel zo zou blijven. Ik heb echt nog geen enkele andere horror game gezien die mij zo hard heeft laten schrikken gewoon. De graphics zijn ook verrassend goed. En we gaan verder. En jullie zien vrij weinig. Ik zie nu al redelijk wat. Kijk, dan gaan we hier. Je moet het die roze soort van voetsporen, die moet je aan het begin volgen en zo, maar die verdwijnen verderop in de game. En dan kan je verschillende kanten op in de game. Hier, man. Ja, dat was me. Oh, what the fuck. Oké, what the fuck. Weg hier, weg hier. Kom hier weg. Oké, dat was raar. Nee, dat zijn dus van die momenten dat je ook vanaf binnenuit angst krijgt. En je schrikt er echt zeker hard van sommige dingen in deze game. Je hebt verderop in de game ook. Je hebt grunts en dat zijn wezens die jou dood willen maken. Maar je hebt in het hele spel heb je geen wapens. Dus wat moet je nou doen? Je moet weg voor ze rennen en je verstoppen. Nou, een soort hide and seek. Ja, dat is best lastig. En dat te overleven, dat is ook niet makkelijk. Nou, dan gaan we naar de old archive. Dan krijgen we nu een laadscherm. Nou, daar staan altijd gewoon tips in. Zo. En dan zijn we alweer bij de World Archives. Oké, nou, dus we gaan verder. Ik stond even te kijken. Wow. What the fuck? Fucking hell. Ja, dan gaat nu zeker die deur dicht. Nou, niet dus. In ieder geval, Amnesia dus. Echt een goede, verrassende horror game. Echt vet om te spelen. Mooie graphics. Verder werkt het allemaal goed. En ik word gebeld. En ik ga niet opnemen. Want ik zit in mijn review. En nou, zoals je bovenin ziet, je krijgt ook nog hints in het spel. Nou, het zijn wel leuk.
Echt, dit spel is echt, als je van horror games houdt, echt een aanrader. Kijk, en dat is ons wapen. Een lantaarn. Die ga je zeker nodig hebben in het spel. Want het is, zoals je ziet, is het vrij donker. Het is nu op het moment donkerder dan voor jullie dan voor mij. Hier, kijk, en dan kun je de status van je hart zien. En de status van de rest. Flik erop, joh. Van de rest van je lichaam. Hier, en dan kan je je olielamp aanzetten. Bijvoorbeeld. Hier, en dan kom ik er aan. En ik hoor een geluid dat niet goed klinkt. Dat klinkt als een grunt. Ik hoop niet dat dat zo is, want dan ga ik, denk ik, nu de pijp uit. En dat wil ik niet. Oké, what the fuck. Nou, dan gaan we dus maar weer verder. Zo, het is hier wel donker zeg. Even een lamp aan. Zo, dan zie ik gelijk meer. Kijk, dat ding is zo handig. Oh. Ja, dit kan ik niet gebruiken. Dat moet ik volgens mij wel. Kijk, leven. De lever. Kijk, cool. En tadaa. Nou, dan ga ik even kijken of hier olie ligt. Want die heb je natuurlijk. Het is een olielamp. Dus je hebt olie nodig. Dat is je munitie. Kijk, olie. Ja, lulverhaal, leuk. Dat moet je zelf maar een keer lezen. Ik vind het niet interessant in ieder geval. En dan gaan we nu naar de Entrance Hall. En dan krijgen we hier dus een heerlijk, leuk. Laadscherm. Echt leuk. Je kan trouwens ook je status van je hart zien en van je. Kijk, en van je hersenen. Links. En je hebt dan ook nog een journal. Geen map in dit spel, dus je moet alles gewoon lekker zelf onthouden. Dat is best lastig soms. Oké, what the fuck. Oké. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Nou, ik vind het een... ik denk dat jullie een goede kijk hebben gegeven in de game. In ieder geval de eerste paar minuten. Ik ben Spitboy. Kijk op mijn kanaal, abonneer op mijn kanaal. Spitboy HD. En... ja, en dit was mijn review voor NL Game Reviews. En ik hoop dat jullie, dat ik vaker op dit kanaal kom. En ik hoop dat jullie naar mijn video's gaan kijken. Tot de volgende keer maar weer misschien.